Op haar Instagram houdt Wendy vandaag een vragenrondje, zodat volgers haar beter kunnen leren kennen. Zo wil iemand weten wat de voordelen zijn van het leven in de schijnwerpers. Volgens Madame van Hout zit er geen enkel voordeel aan haar nog prilroem, slechts nadelen. Ze weet er verder niet over het wat ze vervolgens stuurt. Iemand in: Ik lees dat je je ook kwijt wil. Klopt dat wel? Is toch jammer? Daarop antwoordt Wendy: Niet persen. Ik houd van mijn tattoos. Maar je merkt wel gewoon dat je bijvoorbeeld niet gevraagd wordt voor bepaalde. Hum. Aan de ene kant beriekt Wendy onder haar faam te lijden, maar tegelijkertijd balt ze dat niet elk tijdschrift haar wil interviewen, terwijl zoiets haar enkel bekender zou maken. Schijnbaar heeft Wendy toch een grotere behoefte aan aandacht dan ze zelf denkt. Ik noem geen namen, schrijft ze verder. Over haar tattoo's zegt ze dat het niet helemaal geaccepteerd wordt of zo. En de getatueerde oogappel van Peter is dus gek op haar plakplaatjes. Maar overweegt ze weg te lasseren om een interview in een tijdschrift te scoren? Of gaat Wendy voor een column in de NRC?